Hij is goed, goed nat. Ja, we gaan het filmen. Ja. Beste kijkers, welkom bij deel 2 van de 12 provincie challenge. Wat zijn we aan het doen? We zijn even aan het opkleden. Aan de opvisserij. Tandjes poetsen. Baardje eraf. Baardje eraf, omkleden. Want we gaan door met het avontuur. We vertrekken naar provincie nummertje 2. Nummertje Zeeland. Zeelandia. Het is ongeveer 1,5 uur rijden van de 4. Precies. Je zou denken, Zuid-Holland, Zeeland ligt lekker bij elkaar. 80 kilometertjes. Ja, godver. Bijna 2 uur rijden, helemaal goed. Ja. Nou goed, we hebben een leuke stack doorgekregen van een van jullie. Vanavond krijgen we ook wat bezoek van kijkers die langskomen. Dus het gaat helemaal gezellig, een mooie sessie worden. We hebben een mooie vissen doorgestuurd gekregen, dus al vangen we er maar eentje die erop lijkt, zijn we al tevreden. Precies. En we gaan op naar de stack. Hey, En ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Veel kijkplezier. Hey. Tandjes zijn gepoetst. Autootje ingepakt. Lekker. We gaan onderweg. Nog ruimte zat. Heb je er zin in? Zeker, goed. Weg uit het Zuid-Holland. Het is een keer een nieuwe provincie. Nieuwe mensen. Zeeland, hoe praten ze daar? Zeels. Zeels. Oh, jullie. Wat eten ze daar? Belgisch. Zeels en Polaars. Lekker broodje. Lekker bakkie. Helemaal opgefrist en op naar Zeeland. Autootje weer vol. Ja, brandstof jongens. Knallen. En waar? Staan we dan? Meer op de snelweg. Maat. Ja, wat moeten we hier mee? Ja, even op de snelweg. Mensen op de snelweg. Ja. Godverdomme joh. We kunnen wel snel een broodje halen. Even schijt in de berm. Wat push-ups. Hey, we zouden er over een uurtje zijn. Ja, dat lijkt er niet op. Wat een gezeik. Ja, ik wist niet dat ze nog bestonden in Nederland. Of bestaan hebben. Nee, maar... de boeven, tolwegen in Holland. Ja, dan weet je echt dat het foute boel is. Ja, gek hoor. En mooi dat ding ervoor. Ja. Zo, na de Doelemansrit van 2 uurtjes zijn we aangekomen. Op de witvisbrigade. Het is echt witvis paradise hier zo. Kijk, even kijken. Daarachter zit er een, maar hier zo. Alle stijgers, overal tot in de verte zitten witvissers. Schijnt ook een mooi bestand karpen te zitten, maar what the fuck? Wat is het, joh? Ja, we gaan even kijken of we wat verder met de auto kunnen komen, want hier tussen zitten is natuurlijk ook drama. Ik ben nu alweer bang voor die brasems. Ja, ik ben er ook bang voor. Hier gaat ook geen grote korpen zitten. Ja, ik geloof er ook geen reet van. We zijn in de maling genomen, denk ik. Ja hoor. Yes, we zijn aangekomen op het water. En je zit hem hier achter. Het is niet normaal. Het is het begin. Alleen, we zijn even bezig kijken. Het staat helemaal vol met bier. Dus hier willen we sowieso niet zitten. Dan kunnen we een heel stuk doorlopen. Dat hebben we zojuist gedaan. Daar zit een of andere Belgische monsieur zit aan te vissen. Een paasje meegemaakt, hartstikke aardig kerel. Die heeft op zich in de puistijd vandaag een paar vissen kunnen vangen. Ze schijnen hier wel tot formaat te zwemmen, tot en met 20 kilo, maar vooral veel kleintjes. Is een witvisbestrijd aan, dus betekent veel brazen. Worden we ook niet vrolijk van. Maar ja, we moeten wel even iets doen, want de tijd tikt. Dus en het is wel echt denk ik een kilometer lopen met het trolley. Ja, we zijn bezig kijken en de plek waar we willen gaan zitten, ziet er heel mooi uit. Kilometer lopen en we hebben veel spullen mee, dus we kijken er tegenop. Maar ja, we hebben eigenlijk weinig keus. Ja, we moeten wel verschrijden. Misschien als we niet redden gaan we even ietsje korter bij zitten, maar alsnog een stuk lopen. En we zien hoe ver we komen. We moeten sowieso een stuk lopen. Yes! Klein trolley, heel veel spullen. Ja, dat gaat natuurlijk never nooit passen. Daniel, die denk ik dacht dat we dit wel in één keer konden doen. Gaan we het wel proberen? Ja, ik zie het soms weer. We kunnen het wel proberen, maar je hebt echt wel hobbels, blubber, alles. Wat denk jij? Ik denk het niet, maar ik denk dat we het wel moeten proberen. Ken je dat? Ja, ik heb hetzelfde idee. Oké, we gaan het gewoon proberen. Harder, harder. Ja, wel joh. Hier. Probeer het eens een keer. Dus om die de balans te houden en te... Oké.
Nou, het gaat best goed dit. Maar voor hoe lang? Spannend. Ja, dat gaat wel lukken, Ja? Ja, pak je spullen. Oké. Zo, je lijkt wel kaal. Oké, nou, het is echt super schuin daar zo. Dus het plan van de aanpak, ik ga rennen. Jij houdt hem een beetje tegen, hè? Oké, ready? Het is vooral het eerste stuk. Kom, nou zo. Beetje aan de recht. Dat kan lopen. Oh, dit wordt toch niet. Oké, nou gaan we rennen. Ai, zwaai, ai, blit, ai. Nee, dat meen je niet. Ik wist het al. Godverdomme. Ik wist het al. Oké, we doen dit twee keer. Wat fijn is eigenlijk. Kut, twee. Wat is dat? Met dat ding voor je lichaam. Hè? Met die been. Yes, boy! Daar zijn we. Het was even strijden. Twee keer gelopen, we zijn een stukje verder. Maar we hebben even genomen. Mooi stekje, het waait wel echt ziekelijk hard. Zeeland, hè? Zeeland, denk ik. Wat is dat hier? Jezus, van de wind. Dus hopen dat we het voertuig kunnen uitvaren. Het wordt spannend, maar we gaan het sowieso proberen. Ja, het waait echt ziekelijk uit. Wel mooi water, wat is het eigenlijk? Zo is het. Hoppa, we doen lekker deftig. Niet te zuinig. Welkom bij een hele bak kruidenboter op je sokbrood.nl. Wat staat er in de verpakking? Wat staat er in de verpakking? Kruidenkaas, roomkaas, anders wordt Daniel Tiering boos. Maar hij noemt het gewoon kruidenboter. Zo, dat is wel veel. Ja, dan gewoon een hele bakkie. Hoppa. Bakje leeg. Groeie maar. 400 calorietjes. Beta. Beta. Zo, de tentjes staan en we zijn lekker aan het opbouwen. Ja. Het is wel een stuk fris in het Zeeland. Het waait fucking hard. Koude dagen, onderlijn de knopen. Het is fantastisch. Ja, we zijn bezig, want er ligt veel weer. Dus we zijn bezig met de Ronniers. En deze gewoon normaal. En dan vol met deze jongen. Vol met kurk, de bolie. Dat hij alsnog de boven gaat zweven. Ja. Dus ik denk, ik ga even krimpen in mijn pannetje. Toen kwam ik tot de conclusie dat we die niet hebben schoongemaakt gisteren. Of wel? Het ziet er vies uit, jongen. Het is van dichtbij kijken. Godverdomme, pik. Dus die gaan we eerst maar even schoonmaken. Zo, jongens, daar hangen de richtjes. Zoals je ziet. Allebei een mooi helikoptersysteempje. Kijk. Het pietje die zit iets boven het loodje en dat komt omdat het best wel een wierrake bodem is. Verder heb je dus een bolie met daarin een stukje kurk verwerkt. Moet ik maar even scherpstellen, zou mooi zijn. En die andere een mooie Ronnierig. En dat gaat gewoon gaan aan borden. Hoe gaat het bij Daniel dat die ding? Ja, slecht. Hoezo? Ja, ik heb één Ronnierig. Ja. Die is sowieso... is kassa. Die is kassa. Ja. En toen heb ik hetzelfde shit gedaan, bolie, uitgeboord, stukje kurk erin. Ja, hij zegt dat moet zweven boven de bodem, maar dat is niet gebeurd. Dat blijft een beetje in het wiel hangen. Dus ja, ik heb een paar keer getest voor de kant, maar ik heb er echt geen vertrouwen in. Dus doe eens gek, stap uit je comfortzone. Dat is goed, hè? Gaan we met de single pop-up richten. Ja, wordt het hem? Ik ga hem zo een stuk boven de bodem. Oh. Oei, oei, oei. Zou je ook kassa moeten zijn? Kijk eens. Ja. Stap is uit je comfortzone. Ja. Langs heeft twee keus. Nee, natuurlijk niet. Oké, degene met de langste. Die heeft de eerste keus. De eerste keus. Mag jij er eentje kiezen? Je trekt aan het langste of aan het kortste eind? Dus de langste is de eerste. Kies er maar even. Gelijk trekken. Dat is wel lekker. Nee. Hij heeft geluk. Homo. Yes. Ladies and gentlemen. Het is magisch. Het is wonderschoon. Het is mooi. Ik heb een keertje gewonnen met loodjes trekken. Eerste stekkers voor mij. Ik wil natuurlijk niks zeggen. Vorige aflevering had ik steenpjes schaven door de vissen gevangen. Maar goed. Gaan we eens even kijken of het geluk aan mijn zijde is. Ronnier. Gaat de boot in. Als aas gebruiken we de Hot Tuna pop-up. 16 mm van mijn vrienden van tijgernotenkopen.nl. En als... Hey, je zak is ook kapot. Ja. Al die zakken zijn kapot. En als voer gebruiken wij de Hot Tuna bollen.
20 mm. Wederom van onze vrienden. Doen een klein handje van in, een paar breken met de hand en de rest voeren we los bij met de werppijp. Wijd hard, hopen dat de boot volhoudt. Ik hoop het ook, ik zou hem niet te vol doen. Nee, anders wordt het zwemmen inderdaad. Schiet op. Ja, het gaat over 5 minuten regenen. Schiet op. Als de brand weer gaat, hè? Kut, zo. Het gaat echt tering hard regenen. Je ziet het al helemaal aankomen. Kijk dan. Hoe lang gaat het regenen? Ja, echt lang. Ze moeten sneller jellen. Dat gaat best met die boot. Zijn we op tijd? We zijn niet op tijd. Hey, wat zal het dan doen? Ik heb helemaal in liggen en cheater van deze met zijn andere helemaal. Het begint helemaal los te barsten. De waai, jongen, echt keer 3. We hebben het niet getroffen deze dagen. Nou, we zitten hier wel uit te regen. Het is wel koud. Boer, wat is hier gebeurd? Ja, ik vaarde uit, het ging volgens regenen, dus ik ging even in mijn tent zitten. Ik denk dan vaak die boot zo terug. En nu is die boot zoek. Ja, hij is echt weg. Hij is echt helemaal weg. Ja, ergens in het riet denken we. Nou, ik hoop maar. Of hij is gezonken. Ja, hij is niet gezonken, dat kan niet. Als hij omslaat, dan kan hij niet zinken. Er zit lucht in. Wat een daap. Wou hij niet nodig, dan gaat hij even in de tent zitten. Nou, ik hoop voor hem dat hij die boot nog terugkrijgt. Anders dan, heb ik echt een probleem. Beta, daar is hij weer. Zo, zeik is nat geregend. Ik ben helemaal zeik is gek. Dus ik moet alsnog naar buiten. Ja, hij is gezonken, hij is gezonken. Hij is er. Niks aan man. Ja, hij kan wel zinken, hij is sowieso gezonken. Ja, dat dacht ik echt. Ja. Ik zag van mij het meer. Wat een zeik is weer. Ik sta ook met mijn tent in een greppel. Kijk, ja. Het is mooi. Is het lekker? Ja, fantastisch. Ik wil ook wel denk dat jij het varen. Ja, best. Ik zou een andere hoek opzoeken denk ik. Jongens, het is saai nat. Ja, what the fuck, dit is echt gek. Dit geloof je toch niet? Ja, we hebben net die boot terug, ik ben mijn tweede helemaal aan het uitvaren. Gaat die eerste helemaal van Chitterdal gelijk vandoor. Ja, en hij vecht als een wilde banaan. Dat is echt bizar. Hij zat net even vast. Ja. Ik vind het even spannend, want het is met een Ronnie en ik verspeel altijd vis op de Ronnie. Ja, kerel. Hoe de fuck kennen we dat weer? Hoe lang lag die in? Nog geen 10 minuten. Zeeland, ja. En kijk, is wat een lekker weer. Het is aan het regenen en storten. Ja, we zijn echt zeiknat. Ja, echt zeiknat. Echt top onderbroek. Ah, en die boot die was kwijt. En de boot was kwijt. En hij gaat nu onder de kant zwemmen. Dan kun je helemaal vast zwemmen. Ah, we moeten echt een wapen halen. Ja. Zo. Zo! Kuilen hoor dan! We zijn het filmen, Rick! Ja, hij staat in film! Ja, ja! Kijk, muziek beschrift! Zo! Helemaal de parel! Pareltje en Hanky! Op de Ronnie en het begint te bliksemen, Rick! Ah! Snel die tent in, Rick! Kom, regen jij dit? Ja, god van wat een weer! Oh! Nee! Nee. Kuilen! Gadverdamme! Zo! Zo! Wat een team is dit! Zo, die bliksem ook! Zo, die jongen heftig! Oei! Staat hij op film? Ja, hij staat op. Spiegeltje! Hey! Nou jongens, daar is hij dan, de parel uit Zeeland. Ik was wel bijna mijn voerboot voor deze rakker kwijt. Maar hij liep echt binnen 10 minuten af. Binnen 10 minuten Zeeland weer uitgespeeld, jongens. Wat wil je nog meer? Het begint weer te regenen, zoals al heel de dag. Ja, en, het is wel windstil in één keer. Parel, hè? Hij is mooi donker. Hij is mooi donker. En wat een visje, hè? Het is geen straf om zo'n mooie jongen te vangen. Kijk jongens, mooie visie. Echt mooi. Hij is heel mooi donker. En, opkrassen. Opkrassen, weg daarmee. Mooi helder water, hè? Weg met die kweekvis. Geintje, prachtig visie. Stop die maar! Wat een kleur! Jezus, zeus! Hij doet het dingen. Kijk joh! Kijk!
gekke huis. Zo, ik ben bliksem. Film je met je telly ook. Hoor, dat in de bliksem. Hij blijft echt met bak uit de hemel komen. De voerboot ligt daar weer. Tweede hengel uitgevaren. Hij heeft deze hengel net weer 5 minuten in de gering. Helemaal jouw kant op. Dit wordt wel gedoe. Ja, hij gaat de boom in, Oh, en mijn lijn, hè. Leuk geintje dit. Hij gaat richting de boom. Wat een weer. Na regen komt zonneschijn. Hopelijk is dit het laatste beetje. Kijk dan. We zijn van alle markten thuis. Lekker woke. Lekker woke. Kijk, een dubbele. Ja, hij is hier al bijna, maar. Kijk. Zo, hij is echt helemaal. Ik zie echt alle kleuren. Ik zie zelfs paars. Ja, zo. Dubbele. Hey, na de regen komt de zonneschijn. Kijk eens. Laat hallo, zien wat je hier net hebt. Hallo allemaal, ik ben de. Hij is kijken. Fucking mooi gek. Dat is toch niet normaal? Ik heb zelfs mijn pop-up eraf gesnoept. Oké. Okay. Ja, ik trek het net nog weg. Oh, zit die haak er nog in? Ja. Kijk eens, mooi in de onderlip. Oh! Zo. Wil die camera nog niet? Nee, dat kan niet. Hey, dat doen we niet. Yes! Kijk eens, zonnetjes komt echt even tevoorschijn. En wel een visje, jongens. Echt 5 minuten later, het is echt bizar. Kijk hoe mooi die ook weer is. Super mooi donker, super mooi beschut. Ja, heel veel beter gaat het niet worden, denk ik. Dan kunnen we klagen over het weer wat je wil. Dit zijn ze, hè? Ja, dit zijn ze, hoor. Wat een vis, hè? Echt prachtig. Doe je het voor. En wellicht pas zo korte vis, hè? Dat is niet normaal. 10 minuten heeft hij ingelegen, die engel. 2 keer afgegaan. Bizar. Ja, broer. Lekker! We're on fire. Het is eigenlijk windstil. De zonnetje schijnt. Het is echt niet normaal. Gek huis. Ja, nou gaan we echt gas geven. Lekker man. Gaan we die vis op terugzetten? It's not normal. Ja, dat gaan we ook doen. Kom maar mee. It's not normal. Jezus, let maar op. Die hengel die gaat gelijk weer. Ja, als die in ligt. Dat wordt echt gek. Ik had nog de eerste stekkeuze. Ik denk, nou, mooi bij de boompjes aan de overkant. Ik ben bang dat ik echt een slechte keuze heb gemaakt. Ja, je hebt gewoon slechte richt. Kijk er wel zin in. Kijk maar. Zo, van boven ziet hij er ziek uit. Dat zie je mooi in het water zijn. Lijp helder ook. Ik denk dat daar de hele familie ligt. Ja, die liggen allemaal op de stekkie van jou. Het boertje zo meteen komt opa. Kijk hoe traag die is. Traag en Lelo. Traag flow, deze noemen we Kevin. Nou, ondertussen zijn we erachter gekomen dat we echt in de greppel staan. Kijk, dit shit is een tent. Lul. Die drone ligt ook bijna hier. Nou, de stamp is even. Die ligt erin. Laat eens even zien. Kijk, dit is de drone. Oké dan. Shit, er zit weer een hoor. Ja, nou, het is één bende overal. Kijk. Genieten. Nou, ik heb anders genoten. Hey, ja, hij staat op film. Hatsa! God, van wat lekker zeg. Hij staat erop. Hij gaat ervoor. Weer diezelfde hengel? What the fuck? Zo, dit is een beuker. Kleintje. Vaak wel, hè? Zo, hij gaf een harde run uit het niks. Uit het niks. Echt niet, man. Ik word helemaal onzeker. Liggen mijn hengels wel goed? Het is gekke huis, jongens. Het is gekke huis. Visie nummer 3. Live op run. Jullie zagen net. Lekker runnetje. Een schuppie. Hey, boys. Hey. Ja, we zijn er. Helemaal los. Ja, op advies van de boys zijn we hier gaan zitten. En hoe lang liggen de hengels in? Ja, we zijn hier denk ik pas 2 uurtjes of zo. Ja, 4 erin. Gaat helemaal los. Niet 4 verkeerd. Hé, hey, ja, hey, hij gaat, ja. Hij is de meerkoet. Oh ja, ik wou net zeggen, ik ken toch niet dat hij van mij ook gaat? Nee, maar jij kan niks vangen. Je staat er 4-0 achter. Ja, jongens, het is gekkenhuis. Deze boys, die ziet ze op de film. Mooi watertje doorgeven, derde vis al. Binnen 2 uurtjes. Nou, wat wil je nog meer? Mooi schuppie, mooi donker. En gaan terugzetten. Met de mosselmannen. De mosselmannen, hij zei dat. Niet normaal, hè? Lekker man. Even mosselen vangen, helemaal gek. Hey, maar hij kan weer zwemmen. Oh, de water, hè? Ja, klopt. Kijk hem gaan. Zo, verdwenen. Je zou toch niet zeggen dat die hele dikke vissen zitten als al die knolletjes. Ja, maar jullie weten wel beter, toch? Dat komt wel goed. Zeker wel, hè? Gaat die ander nou weer? Oh, dat ben jij. Straks midden in de onweer, dikke bak. Ja, want hebben jullie een beetje gevangen in het verleden? 15 kilo en ja, zeker. Een 18 kilo zitter. Dus eigenlijk een beetje door de knollen heen vissen hier zitten. Ja, dat wel. Maar er zitten ook mooie uitzendspiegels en zo. Ja, hoort even lekker donderen op de achtergrond. Ga los.
Ja, gadverdamme. Nou, Chit, je hoort het. Ja, we moeten aan de slag. We moeten aan het werk. Aan ja, de bak. Ik ga die hangers ook maar opnieuw uitvaren, denk ik. En? Helemaal niks. Helemaal niks? Nee. Nou. Dat is gek. Hij kreeg een paar piepen. We hebben weer amateur Daniel Tiedink. Ja, we worden zo verzekerd na vier visjes. Oh. Hoe kan dat nou dan? Ja, geen idee. Zeg ja. Me dan, was een beetje een vage run. Ja, dat was wel een rare run, dat zeker. Maar goed, ik wou hem zojuist inhalen. De boys geven iets meer naar links vissen, mooie zandpaad. Droombeelden zien. Ik denk kat in bakkie. Ja. Oh, daar boys, gaan we weer. Ga vaker zo. Ja, Tiedink. Ja? Lekker man. Het is slapeloze nachten, zeggen jullie. Altijd hier zo. Oh jee, jee, shit, hebben we er zin in. Slapeloze nacht, heel de nacht regenen. Ik kom beter stretchen in de auto laten. Yes, maestro. Ja jongens, het is fantastisch. Visie nummer 4. En weer een mooie spiegel, hij is al een stukje groter. Een kilootje of 8. We gaan hem niet wegen, maar ook weer een mooie kleur. Bijna schubben, bijna leder. En weer dezelfde hengel. Ja, alles van dezelfde hengel. Op de Ronnie. En hij gaat lekker zwemmen. Kijk. Ja, hij is echt wel anderhalf keer zo breed als die voor. Ja, ze worden steeds groter. Ze worden steeds groter. Duimpje omhoog. Nice. Duimpje omhoog en abonneren als je nog niet bent geabonneerd, pik. Goed het nou. Nou jongens, er gaat weer een nieuw pop-upje op. De Optuna pop-ups van, je weet het, tijgernuitkoop.nl. Het is al de vierde vis op deze gekke pop-ups. En of derde? Nee, vierde. Vierde. En je ziet het, 15 mm. Het is echt de beste pop-up die er is. Dus klik op het linkje in de beschrijving en haal ze ook binnen. Haakje nog steeds scherp? Haakje nog scherp, doe jezelf plezier. Gezonde jongens, je ziet het. Een salade, wel even zelf kip er doorheen gegooid. Om natuurlijk ook aan eiwitten denken. En we gaan lekker smullen jongens. Heerlijk. Yo Sam, vertel. Ja, die jongen die vaart zijn stok uit. En volgens mij heeft hij binnen een minuut beet. Ja, gekke huis. We zijn dus van strategie veranderd. Chit, die vangt alleen maar aan de rechterkant. Dus we dachten, nou we gaan nu even alle hengels aan de rechterkant leggen. Shit, twee hengels die kant op, ik mijn hengels die kant op. En hij is aan het uitvaren. Hou je bek. Hou je bek. Ik zweer het. Oké, okay, vertel even. Ja, het is echt belachelijk. Hé, hey, koek. Ik deed mijn swinger op mijn lijn. En hij wordt zo eruit getrokken. Dus ik denk, het zal wel de wind zijn. Dus ik wil wel zo gaan varen. Nee, hij wordt nog verder getrokken. Ik denk, dat is niet handig. Ik denk, wat krijgen we nou? Ik zat even... Zat er gewoon gelijk een vis aan? Die boot ligt er nog. Ja, kan jij die terugvaren? Die boot ligt voor het boompje, op zijn stek. Nog niet eens teruggevaren en bam. Ja, dat is kassa. Daar houden we van. Ja, we hebben de kreddel. Die hebben we mee. Ja, dat is top. Scherp dat eens mee. Nou nog binnenhalen. Ja. Ja, dit is echt belachelijk hoor. Zo, we hadden ietsje verder moeten doorlopen met trolley. Ja, zo, we waren er bijna. Ja. Maar je moet nooit te snel opgeven. Maar een nieuwe strategie? Vaak als je bijna bij het goud bent, dan geef je op. Nieuwe strategie? Ja, we gaan hier even de hengels iets meer heen verplaatsen. Dus mijn twee zetten we hier. Eentje leg ik gewoon lekker tegen die boom waar die heel het afloopt. Eentje wat meer op het wijd. Het hoop op wat meer vis. Daniel gaat gewoon vanaf daar vissen. Hier wat meer ook tegen het riet aan. Ook tegen het riet aan, ook het wijd. We gaan even nieuwe bollen halen, want we hebben al 2,5 kilo doorheen gevoerd. Lekker. Wat? Het kan niet als je 1 minuut inlegt dat er gelijk een grote vis op duikt. Nee, lijkt me ook niet. Hier, ik leg hem nu al boven. Ja, we gaan gewoon door de kleine vis heen vissen. Ja, joh. Twee. Hatsa! Nou, versterking, kijk eens. Ja, ja. Ja. Alle hulptroepen nodig. Lekker, vis mijn grote vrede. Even rustig, maatje. Ga terug. Ja, die tang hebben we echt nodig. Ja, what the fuck. Eerlijk, wat is er gebeurd? Tijdens het neervallen van je aas heeft hij gepakt. Ja, ik legde mijn hengel op mijn steun en hij ging gelijk af. Gewoon. Maar hij zit zo diep gehaakt ook. Ja, ik snap er geen reet van. Ik ga maar even een snoeptang erbij halen. Een hongerig Harry, noemen we. Ja. Tangetje jongens, altijd bij je hebben. Hij zat echt in zijn huig. Tenminste, trekt hem zo uit. Niks aan de hand. Hij is best dik. Hongerig Harry is het. Laat ze even zien. Ik zal hem gelijk laten zien. Hij is ook druk. Drukke hongerige Harry. Kijk eens, mooie visie. Ik denk 10 kilo misschien. Ja, 10 redt hij net aan, denk ik. Net aan of net niet. Joost mag het weten, maar hongerige Harry mag ze gaan zwemmen. Het is echt bizar. En dan gaan we gelijk het lijntje weer uitvaren. Ja, het is echt helemaal los.
Helemaal uit, helemaal uit. Er staat nog maar één hengeltje, die van Chitta, en die gaat zo meteen ook verdwijnen. Want we zijn alles naar rechts aan het verkassen. Weg ermee. Let's weg go. Ermee. Kijk weg, eens even aan. Hey, jongens, even sowieso weg met alles links. Altijd gaan van rechts. Nou, wat hij, waar hij het over heeft, kijk eens even aan. Al mijn hengels aan de rechterkant. Want alle vissen kwamen van deze boom. Wat Chitta vist. Dus zijn hengel staat daar verderop daar zo. Die andere hengel van hem, die komt daar ook nog te staan. En we gaan gewoon 5 hengels die kant op vissen. Want we merken wel dat alle vis daar vandaan komt. Zou lekker zijn, we hebben net tot op heden. Hoeveel gevangen? 5, 6? 5. En 3 verspeeld. 3 verspeeld. 8 runs. Dat is gek zat. Ja, in hoe laat is het? 8 uur. Ja, prima. 4 uur tijd. 8 runs. Dit wordt een slaaploze nacht. Ja, het duurt nu al lang, hè? Ja, maar hey, Pik, we liggen weer op scherp. Zo is het. Oké, ik ga even die TikTok. Oh ja, daar ben je mee bezig. Kom. Ja, jongens, volg ons ook op TikTok. Eerste reel van de karpers door Nederland, de serie, die komt nu online. Mooi stukje, echt bizar mooie kleur. Gaan we weer terugzetten. Is bizar. Jongens, de parel van het water, ze noemen ze hem. Deze heeft vroeger gesolliciteerd als schub en is er net niet doorheen gekomen. Wat een prachtige volschubspiegel. Echt niet normaal. Super mooi. En ik zag de andere kant, die ziet er eigenlijk bijna identiek uit. Zal ik even laten zien. Echt niet normaal. Fotomodel. Echt een fotomodel. Weer die boom, alle engels, alles zo. Alle vis van één engel. Allemaal door hier. Hoe dan? Ja, je ziet de bootjes nog drijven. Ja. En toen ging in één keer een andere engel er vandoor. Ik heb mijn piepjes uitstaan, dus ik hoor die slippen gaan. Hier die. Dat is dik, jongen. Dat is dik. Oh. Atza. Of van het midden, grotere vissen. Ja, jongens, weer een mooie schub. Dikke staart erop. En deze kwam van de andere engel. Volgens mij onderaan teruggevaren. Echt heerlijk. Hey. Grote baas, alles oké? Okay? Ja, haak je in het net. Je kent het wel. De dagelijks is gewoon een karpervisser. Ja, van een goed vangende karpervisser. Ja. Ik ben hier gedowngrade. Ik ben gewoon een slaafje geworden. Voerbootje binnenvaren. Filmen. Boer. Waar heb ik eigenlijk de camera voor? Ja, weet ik veel, maar kijk eens. Yo. Yo. Nee, doe even je lamp uit. Yo. Het is koud, man. We gaan het bedje. Het is ijskoud. Ijskoud. Veel gevangen. Veel gevangen. Oh, we gaan nu lekker slapen. Want wij gaan zo meteen wel. Ja. Hoop ik. Slaap lekker. Kijk eens even. Rood kapje. Rood kapje. Godverdomme. Ja, het regende net. Kijk, hij is weer iets groter. Iets, nou, best wel mooi hoor. Hatsa! In de pocket. Ja, waar ga je heen? Zo alleen, zo alleen. Ja jongens, daar is die rood kapje. Nummertje 8. En hij mag gauw weer terug. Want het is koud. Mossel. Daniel, die denk, wat is hier aan de hand? We horen al run. Ja, jij, ik hoorde niks, maar jij wel. Ik hoorde het wel, maar ja. Moet je niet pakken? Ik denk dat het wel handig is om hem te pakken. Ja, ook zal het zijn. Ja, dat zal hij wel doorheen zijn. Kom op, laat het zien. Nee. Wat hoor je dan? Ik hoor het kraken. Carbon. Carbonkel. Zwerven. Carbonkel, waar ben je? Als je hem uitkrijgt, hoort het carbonkel. Hè? Misschien trek je hem wel los. Oké, okay. Carbonkel. Carbonkel, godverdomme. Ik breek mijn helm ook nog. Oei, oei, het zou niet anders zijn. Het staat hier op film. Het is echt maar eng. Jongens, het is niet normaal. We zijn echt 4 uur verder, denk ik. Ondertussen denk ik 2 runs gespeeld of zo. En het heeft veel geregen tussendoor. Mijn linkerhengel die 100 keer afging, die ligt echt sowieso verkeerd. Het zou helemaal niet afgegaan. En we zijn moe. Ja, ben je wel wakker? Ik ben half wakker.
Ik ga hem snel terugzetten. Ik ga lekker in mijn bed liggen. Ik vind het helemaal goed. Zo, goedemorgen. Je ziet het. Kleine oogjes. 1 seconde wakker, want die gozer die staat weer met een vis. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe laat is het? 7:15? Je denkt, het is weer tijd? Het was weer tijd. Dat is gek, hè? Toch vrij rustig gebleven vannacht. Ja. Oh, een keer op de Roenie. Best mooi, toch, dit? Ja, mooi kusje. Ja, maar misschien wat het daglicht is. Dat ze die Roenie weer weten te vinden. Zet een dik in. Bij die gaf net ook een paar piepen. Zal ik die zo meteen ook maar even oppakken? Dat zal ik maar eens doen. Best een mooie vriend. Ja, hij scheidt gewoon al die bollen uit. Tijg in het kruis. Binnen een dag, hè? Hij heeft de hele dag heeft hij al die bollen lopen op. En het is de grootste tot beden. Denk het ook wel. We gaan even laten zien. Flink jongen. Nou jongens, daar is hij dan. Roenie de rietkruiper. Mooie vis. Dat was onze wekker. Toen kwamen ons bed maar niet uit. Mijn wekker is al 5 keer afgegaan en ik was moe. En toen kwam deze. Toen dacht ik, nou, daar ga ik er toch maar uit. Mooie vis. Het is vannacht eigenlijk niet heel veel meer gevangen. Maar ik op zich ook wel verbest. Het staat inmiddels 10-0 voor Chitten. Ja, dramatisch. Nou, dat is natuurlijk onze amateur. Ze is naar huis gevist. Ik denk, we verplaatsen al die hengels naar rechts en dan gaat het wel gebeuren. Maar, Dat is fantastisch. Nou, we gaan even een fotootje maken en dan kan hij weer zwemmen. Yes. Nou ja, we waren alles alweer aan het inpakken. Tijd om te gaan naar de volgende provincie. Maar ja, je raadt het al, hè. Ik kan weer aan de slag. Want die hengel van Chitten die loopt nog even af. Ja, Chit. Yo. Laatste 5 minuten. Laatste 5 minuten, dan gaat het toch nog een keertje. Nummertje 12. 12-0. Nummertje 12. Helemaal gek. Wel een hectisch nachtje, hè. Een hectisch nachtje. Mooie spiegel? Ja, het is een rijtje. Een rijtje, die hadden we nog niet. Kijk eens, die hadden we nog niet. De andere kant, volgens mij. Kijk eens, wat een baggerbender, hè. Zo, ja. Ja, ja. Kom maar, in de pocket. Hoppa. Hier kunnen we ook een vinkje bij zetten. Ja, jongens. De afsluiter, het is niet normaal. Nummertje 12. Daniel finaal naar huis gevist, 12-0. Een mooie regenboog op de achtergrond. En het ook nog een soort halve rijenachtige vis. Ja, het hele pretpakket is gevangen. Je hebt ze allemaal, hè? We hebben ze allemaal. Afgevinkt en wel. Ja, een mooie vis, hoor. Superleuk nachtje gehad. Echt genoten. En hij kan terug. Oh. Hallo. Hij staat toch ook gewoon nog een keer voor de camera? De boy die naar huis is gevist. De boy naar huis gevist, de jongen. Ja, het is 11-0 of 12-0 geworden. Nou, het leuke is dat jij die video ook nog mag editen. Ja, dat is nog wel thuis. Hij heeft 4 verspeeld, Chit 12 vervangen. En ja, je ziet het, karretjes ingepakt. We hebben al 1 keertje naar de auto gelopen. Ik ga naar huis toe, ik moet werken. Deze boy achter de kamer, die gaat lekker nog 9 nachten door. Ja. Hij gaat onderweg naar Limburg, zie je volgende week. En vond je deze video in prachtige Zeelandia nou leuk? Doe ja. Een duimpje omhoog. Ben je een echte mosselman? Doe ook een duimpje omhoog. Ben je een echte mosselman? Abonneer je zeker voor meer. Dan zien we jou volgende week dinsdag weer. Later. Doei.